twee jaar lang ook in Londen op de planken als het speelse katje Jemina. Het was de vermoeiendste show dat ik ooit gedaan heb. Ik bedoel, het is fysiek en mentaal. Het is gewoon heel zwaar. Ja, echt. Iedereen was altijd moe op het einde van de week. Die speciale